Hier ligt het ontwerp klaar voor de herinrichting van het Joris-Ivensplein. Het plein wordt groener en de verhoging verdwijnt. Op en rondom het plein komen rijen bomen. Ook komen er bloembakken en een vijver. Het fietspad en het voetpad tussen het parkeertrein Oude Stad en de Lange Hezelstraat worden verbreed. Het plein moet een verlengstuk van het Kronenburgerpark worden en weer een place to be zijn, al dus wethouder Renske Helmer. Het initiatief voor de herende komt vanuit de gemeenteraad. Het ontwerp is tot stand gekomen in overleg met omwonenden. Ook is input uit een straatanquête van Hans studenten gebruikt. Er wordt binnen twee weken een tijdelijke dam gebouwd bij Graven dat meld Rijkswaterstaat. Hierdoor kan het waterpeil in de Maas weer stijgen. Op 29 december werd de stuw geramd door een tanker waardoor er een gat in kwam. Sindsdien is het water in de rivier flink gedaald. De tijdelijke dam komt achter de beschadigde stuw. Na het plaatsen hiervan kan het water op peil gebracht worden. Daarna is scheepvaartverkeer tussen Graaf en Sambeek weer mogelijk. Vastgelopen woonboten en jachten kunnen dan ook weer loskomen. Voorbereidingen voor het herstellen van de geramde stuwdam gaan ondertussen gewoon door. Rijkswaterstaat verwacht dat de reparatie een half jaar gaat duren. De politie Gelderland Zuid hield dinsdagmorgen op het Kelvkens een grootschalige verkeerscontrole. Verschillende agenten waren aanwezig en controleerden automobilisten en andere verkeersgebruikers. Romfietsen werden op de rollenbank geplaatst om de maximum snelheid te controleren. De Nijmeegse stadsnomanen moeten weg van hun woonplek aan de Dalmarasweg bij het park Brakkestein. De gemeente heeft geen andere legale plek voor ze gevonden. De groep van tien jonge mensen zijn op de hoogte gesteld van het besluit. Universiteit, die eigenaar van de trein is, verwacht dat de nomaden vrijwillig weggaan. Volgens wethouder Beert Veldhuis is de belangrijkste reden om de verhuizing af te blazen dat de woonwagens niet voldoen aan de minimale veiligheidseisen. De stadsnomaden kiezen bewust voor een leven in de open lucht. Op het terrein, wat vijf jaar braak lag, hebben ze onder meer een moestuin ingericht. Ze willen zelfvoorzienend zijn, maar dat gaat dus niet door. Het Van der Valk Hotel in Lent is pas een half jaar open, maar nu al wordt het als beste gewaardeerd van alle hotels in Nederland op de boekingswebsite Hotels.nl. Het beste hotel van Nederland in 2016 wordt geroemd om de uitmuntende service en goede faciliteiten. Gasten zijn zeer te spreken over het personeel, de hygiëne, het ontbijt en de locatie. Hotels.nl baseert de lijst op basis van reviews die gasten achterlieten op de website, waar ruim 2000 hotels op te vinden zijn. Het Van der Valk Hotel in Land kreeg een gemiddelde score van 9.0. Het Zaanrodeum Hotel scoorde een 8,5 en is daarmee het beste wellnesshotel.